schrijft geschiedenis en gaat naar Rio. Dit moment dat we eindelijk dat ticket hebben naar Rio! Echt heerlijk. Dat vind ik echt het nare van topsport, dat ik kies altijd voor mezelf. Zeg ze, ja, maar je hebt die toch voor gekozen en het is toch alleen maar superleuk allemaal? Dan denk ik, het is helemaal niet alleen maar superleuk. Op het moment dat je even je benen niet voelt, denk je wel, ja, wat is er aan de hand? Maar je denkt niet, ik sta nooit meer op het veld. Er waren genoeg mensen die dus blijkbaar niet in mij zagen. En dat was voor mij een reden om juist nog harder mijn best te doen. Een fantastische prestatie. De backhand. Ja, wat een geweldig doelpunt zeg. Bij het Nederlands team wel betere wedstrijden als bij de club, heb ik gemerkt de afgelopen tijd. En dat is ook niet gek, want het is ook een heel ander team. Het is mijn eerste seizoen bij deze club, dus ik heb ook nog, het is allemaal niet zo op elkaar afgestemd als bij het Nederlands team. En bij de club speel je ook gewoon veel wedstrijden die moeten. Dit is soms lastiger motiveren. Dat is bij het Nederlands team niet. Dan ben je altijd 100% gemotiveerd en iedereen om je heen is altijd 100% gemotiveerd. En er staat altijd iets op het spel. Dat is soms iets wat wel mist bij de club. Ook bij mezelf, waar ik mezelf dan nog wel weer kwaad op kan aankijken. Soms is het ook wel iets van een onderschatting of zo, weet je wel. Dat je verwacht van jezelf dat je al op een bepaald niveau zit, ook als je niet echt 100% je best doet. En dan word je gewoon even met je beide benen op de grond gezet. En wordt er weer even, zeg je weer even tegen jezelf van, Tess, als jij niet 100% gefocust bent, dan sta je ook niet 100% goed te keepen. En ja, dat is iets wat ik nog wel moet leren. In Nederland is het niet professioneel, dus wij zijn eigenlijk een beetje verplicht om naar het buitenland te gaan. Ik vind het aan de ene kant is het natuurlijk super positief, want ja, je leert andere landen, je leert nieuwe mensen kennen, andere culturen en talen. En dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar, het zijn geweldige ervaringen die je opdoet. Ik moet wel eerlijk zeggen, de eerste paar maanden waren wel lastig hier in Hongarije. En je ziet weinig je familie, je vrienden. En ja, dat is soms wel moeilijk. Ik heb het wel echt super naar mijn zin en ik ben echt blij hier te zijn. Keur is altijd een van de beste clubs in de wereld geweest. En die hebben altijd de ambitie gehad om de Champions League te winnen. En dat komt wel overeen met mijn ambities. Ik wil gewoon de beste worden.
Ik denk dat iedere sporter dat wil. En of het nou realistisch is of niet, denk ik dat het altijd een streven zal zijn. Alles staat gewoon in het teken van handbal en rust, goed eten. 24-7 gaat gewoon altijd over handbal. En ik ben ook maar als je niet streng bent voor jezelf, dat je dan ook niet behaalt wat je wil behalen. Dat je dan te makkelijk tevreden bent met waar je bent en niet gretig genoeg bent om zeg maar nog meer te leren en nog beter te worden en ja, nog meer prijzen te halen. Ik ging naar Jeuren om nieuwe dingen te leren en ik ben iemand die het liefst alles meteen goed doet en heel perfectionistisch. En ja, als je iets nieuws wil leren, ja, dan heeft dat gewoon tijd nodig. Mijn coach moest ik echt wel aan wennen. Die is heel anders dan mijn vorige coach. Hij heeft me echt laten inzien dat ik zelf ook naar mijn positieve dingen moet gaan kijken. En dat ik in mezelf ook echt moet geloven. En als we verliezen, ja, kijk altijd als eerste naar mezelf. Wat had ik anders kunnen doen? Heb ik niet goed genoeg de lijn uitgezet? Heb ik niet goed genoeg de systemen op de juiste mensen ingezet. Ik heb ook echt geleerd om te kijken naar wat heb je allemaal al bereikt en daar af en toe eens bij stil te staan. Mijn doel nu is naar de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, ik heb er wel een beetje over nagedacht. Stel, ik raak geblesseerd of iets, dat ja, dat zou echt mijn ergste nachtmerrie zijn, ja. Kom op, heel goed. Over die lijn. Yes. Pauze. Ja, ik ben 23, maar af en toe voelt het wel aan alsof ik 50 ben. Maar goed, dat heb ik ook aan mezelf te danken. Ik moet natuurlijk, ja... Mijn krachttraining is nog wel een puntje van een aandachtspuntje. Ik heb je schouders uit de kom, gewoon mijn neus gebroken, hamstrings gescheurd, knie een keer verdraaid. En ik heb een tijd lang last, ja, van mijn hart. Wel geschrokken op het begin. Ik dacht van, oh, het zou toch niet zijn dat ik nu neerval? Is dat dan een hartaanval? Oké. Ja, nog andere ziekenhuisopnames gehad. Ja, voor mijn hart. Ja. Ja, want je hebt toen ooit een keer ook... Want de klacht is dat je er ook wel eens duizelingen bij krijgt, toch? Of wegraking, of wat is ja. Het? Ja. Want wanneer is die opname geweest? Niet zo heel lang geleden. Ik heb even een paar maanden, twee maanden of zo, drie. Ja. Ik heb geen idee. Want heb je er op dit moment nog klachten van? Nee, heel soms. Ja, maar wat voel je dan? Mijn hart, dat zit je en lijkt net alsof je een maximaal test doet. Alleen ja, je doet niks. Slaat. Ja. Maar de laatste tijd heb ik meer... Ik heb niet zo'n heftige aanvallen gehad, maar meer gewoon... Dat je zit, dat je denkt, oh, of dat je in bed ligt, dat je denkt, je komt en dat je denkt, oh, hè. Mm-hmm. Weet je wel? Dat soort dingen. En ben je er dan duizelig bij of andere klachten? Nee, dat valt mee. Het is meer dat je even schrikt, dat je denkt van, wat doet hij nou weer? Mm-hmm. En dat ging op zich snel over. Maar het is wel een beetje vervelend. Ja, ik snap het. Ja. Ik zou eerst gewoon in Denemarken verder onderzoeken, maar... Ik heb gezegd, dit gaat op zich oké. En ik weet dat op dit moment, als ze wat zouden willen doen, zou ik het toch niet doen. Ik wil geen risico lopen om de Olympische Spelen te missen. Dus ik zei, laten we maar het een beetje, weet je wel, naar beneden houden na de Olympische Spelen. Mm-hmm. Verder onderzoek te doen. Ja, ik snap het. Ik ben wel een gevoelsmens en ik vind het belangrijk dat ik me goed voel.
En als ik me niet goed voel, dan handbal ik ook niet goed. Dus voor mij is het belangrijk dat mijn familie er is en dat ik een leuke baan heb. En dat ik vooral veel te doen heb, want ik kan niet zo goed niks doen. Waarom ga ik niet naar het buitenland? Omdat ik het nog niet nodig vond. En omdat ik nu ook zilver heb gewonnen. En ik zit er ook bij. En ik heb 54 interlands gespeeld. Dus dat heb ik allemaal bereikt als amateur. Maar ja, als ik nog iets met handbal wil bereiken, dan is het misschien wel tijd om een keer iets anders te proberen. Ik speel al mijn hele leven bij VOC. Dus ja, wat is er nog meer dan VOC? Heel veel. Ik was nooit de beste. En ik hoorde nooit ergens bij. En het klinkt nu heel zielig. En ik ben helemaal niet zielig. Maar het is wel gek dat ik daar nu hier zit. En vooral voor mezelf. Want er waren genoeg mensen die het dus blijkbaar niet in mij zagen. En ik geloofde dat het ook heilig. En dan zei mijn moeder dat het niet waar was. Maar dan dacht ik, ja, maar jij zegt het omdat je mijn moeder bent. Wat wil je eten morgen, Tini? Same? Ja. Hetzelfde als altijd. Pizza. Pizza. Oh, echt erg eigenlijk dat we dat nu eten elke keer voor de wedstrijd. Ja, het is wel een beetje traditie geworden. Ja. Onze cheat day. De wedstrijddag. Bij ons is elke dag cheat day. Ja. Is altijd wel rustig te vinden. Oh, koekje is lekker. We hadden gisteren niks lekkers gehad, dus vandaag wachten. Ik kan wat koffie gebruiken. Ik woon samen met Martine, een van mijn beste vriendinnetjes. Wat natuurlijk voor mij ontzettend fijn is. We zijn heel blij dat we elkaar hebben. We zeggen heel vaak tegen elkaar, dan zitten we op de bank en dan zeggen we tegen elkaar, oh Martine, ik ben zo blij dat je er bent. Ik zet gerne een cappuccino. Mitte, bitte. Ik heb 5. Zal ik anders vragen? Oh, wat een schooier. Met katten kan dat niet staan, hoor. Ik zie mijn moeder 4 keer in het jaar. Zoiets. En mijn zussen ook 4 keer in het jaar ongeveer. Niet zoveel. Niet zoveel als ik zou willen, maar het is niet anders. Ik mis vooral gewoon de gezelligheid en de familie. Bij ons komt iedereen altijd thuis en dan opa en oma komen langs, mijn zus komt even langs, die kennis komt even langs en dan is het gewoon gezellig met z'n allen eten en tafel. Dat mis ik gewoon, dat heb je hier niet. Nee, hier zit je me op zaterdagavond alleen, vanavond ook, dan zit je alleen op de bank zo. Ja. Mensen onderschatten soms ook wel eens, die zeggen je hebt zo'n makkelijk leven en denk ik een makkelijk leven. Zeggen ze, ja, maar je hebt die toch voor gekozen en het is toch alleen maar superleuk allemaal? Dan denk ik, het is helemaal niet alleen maar superleuk. Wij missen ook heel veel en je zit hier ook gewoon... Kijk, wij wonen dan samen en hebben het heel erg leuk. Maar wat Anja zegt, je zit soms ook wel eens gewoon alleen. En je zit soms ook wel eens gewoon, zoals wij met Oud en Nieuw. Het is misschien heel stom, maar jij was natuurlijk donderdag bij je zus. En dan ging je woensdag weg en dan zit ik woensdagavond alleen thuis. En dan denk ik, nou... Zuid-Duitsland, helemaal alleen. Dat is dan echt maar één dag, maar dat komt ook omdat ik het niet doe. Ja, doe maar. Mag ik zelf om tillen? Nee, gaat wel. Kan het ook wel zelf doen? Nee, nou ben ik al bezig. Zo? Zo, man. Het is wel een beetje veel. Ja, ik denk jij hebt honger. Hang jij, eet babs al op. Ja. Toen ik net begon met handbal was het omdat mijn hele familie handbalde. Vanaf dat ik kon lopen liep ik met een bal om mijn arm. En ik zat ook elk weekend langs de lijn, dus het ging eigenlijk een beetje vanzelf. Dit ben ik. En dit is mijn moeder. Dit is mijn tante. Dit is mijn nichtje. En dit is mijn moeder, de handbalteam. En die waren toen kampioen geworden en die gingen naar de tweede klasse. Vroeger was ik heel stil en klein en een klein, lief, dun meisje die niks zei. Ik was een beetje apart. Ik was het meisje die achter in de klas zat in er eentje. En ik had maar 1 of 2 vriendinnen. Het begon met naampjes noemen.
ja, ik heb grote ogen. Maar ja, hun vonden dat dus blijkbaar nodig om dat nog even te benadrukken. Ik was een kikker of een schildpad of ik was dun, ik had anorexia. Maar ja, het is gewoon mijn bouw. Ik werd altijd als laatste gekozen bij gym. Dat soort dingen, terwijl eigenlijk was ik overal goed in met gym. Ja, ik was blijkbaar niet zo leuk. Of tenminste niet zo knap als andere meisjes in mijn klas. En op een gegeven moment ging het zo ver dat ik gewoon helemaal niet meer naar school wilde. Dat ik eigenlijk gewoon alleen maar wilde handballen. Dat was het enige wat ik leuk vond. En waar ik wel normaal behandeld werd. En waar ik wel onderdeel was van een team. Want in een team laat je elkaar niet vallen. En dat heeft me wel, denk ik, enorm geholpen. We hebben een aantal jaar geleden een auto-ongeluk gehad met de familie. We waren op weg naar vakantie naar Italië. En het was slecht weer, we reden niet hard. Op een gegeven moment moeten we uitwijken voor een auto. Raken we in de slip. En toen vlogen we over de kop, zal ik maar zeggen. Mijn moeder die kroop er ook uit, maar die haalde haar hand los. Dus die kreeg een slagadelijke bloeding. Door het glas waarschijnlijk. Nou, ik viel. En toen kwam ik eruit en op dat moment wil ik opstaan en dat kon niet. Ik voelde mijn benen niet meer. Nou ja, dan denk je, ja, kloten. Maar ja, je gaat er niet bij nadenken dat je je rug hebt gebroken. Dan gaat het snel, dan word je naar het ziekenhuis gebracht. Je moeder wordt meegenomen, ik word ergens meegenomen. Mijn vader wordt meegenomen door de politie om te ondervragen wat er gebeurd is. 6 dokters of zo, die komen binnen en die zegt tegen jou, je hebt je rug gebroken. Ik heb nooit nagedacht, ja, ik heb daarna nagedacht over als. Als bestaat niet, want dan waren we al lang dood geweest. Dat heb ik wel geleerd na dat ongeluk. Kijk, op het moment dat je even je benen niet voelt, denk je wel, ja, wat is er aan de hand? Maar je denkt niet, ik sta nooit meer op het veld. Maar juist als ze denken dat je er niet meer staat, dan wil ik dat gewoon. Ik heb ook nooit aan getwijfeld dat ik er weer zou staan. En uiteindelijk sta ik er ook. Het komt niet in je op, of op een of andere manier. Daar denk je niet aan. Ik denk alleen maar, ik heb nu weer wat stapjes gezet en nu moeten we vooruit. En hoe lang het ook duurt, ja, zo duurt het dan maar. Eentjes, voetjes. Dan zetten ze er eigenlijk recht op. En dat is best wel waardoor ze duizelig werd, omdat ze al een aantal dagen lag. Ja, en dan moet ze overeind worden geholpen en dan is het spannend of zij dus die eerste stapjes kan maken. Ja, dan is het net eigenlijk toen ze 11 maanden was en ze toen de eerste stapjes ging maken. Maar ja, dat was wel emotioneel. We zijn niet zo van de emotionele, maar dat doet je dan toch wel wat. Zo, ik was maar los, hè? Ja. Handen maar normaal naar onten. Wakker is nog? Ja. Hoe voel je kijkers? Verschillende trainingstijden heel erg, want het is een hele grote club. Dus we trainen vaak elke dag op verschillende tijden en dat verandert per week ook weer. Dus het is vaak
dat je hebt niet echt een vast ritme. Dus het is elke dag weer een beetje kijken van, oh, laat trainen we morgen, hoe gaan we het inplannen? Wanneer gaan we eten? Wat willen we dan eten? Hoe gaan we dat doen? En het zijn dingen waar je als topsporter zorgen om maakt wat andere mensen misschien niet zo hebben. Je smeert geen broodjes en neemt ze mee en kijkt een keer wanneer je ze opeet. Het klinkt misschien stom, maar het is soms best wel gewoon dagvullend. En je kan niet, als je een vrije dag hebt, lekker op het terras een rozeetje gaan drinken. Omdat je moet fit zijn, je moet voor je lichaam zorgen. En je bent constant bezig met alles ervoor doen om te kunnen presteren. En ja, dan zit je soms wel ver weg van huis. Als je een gewone baan hebt, dan ga je naar je werk. Tenminste, ik weet niet, ik heb nog nooit een echte baan gehad. Zeg eigenlijk nee, maar als je gewoon, tenminste dat lijkt mij, als je op het kantoor werkt. Ja, dan werk je af en toe even over, maar dat kan je inplannen, geloof ik, toch? Ja, of je krijgt ervoor betaald. Dat je zeg maar van maandag tot en met vrijdag werkt en in het weekend ben je vrij. Dus dan weet je gewoon van oké, in het weekend kan ik dingen gaan plannen, maar dat is bij ons gewoon niet zo. En je moet altijd beschikbaar zijn, weet je. Dan zeggen ze weer oké, er moeten zaterdagmiddag hebben jullie eigenlijk vrij, maar er moeten broodjes verkocht worden voor het tweede zoals vandaag. Ja, we hebben mensen nodig, ja, en dan ben je ook maar weer verplicht om daar op te komen draven. Ja, sorry, daarvoor ben ik geen handballer geworden, maar ja. €6, bitte. Dank je. We hebben keizer, we hebben salami en worst. Oké, dan heb ik twee salami. Twee maal salami, €4. Hier, daar is een. Twee. 50. Wie is 1,50? 5 €, ne? Nee, 5. 4. 4 €. Vind ik echt nare van topsport dat ik kies altijd voor mezelf. Wat het beste voor het handbal is, is het beste voor mij. Hey, hi Mille. Zeg. Heffa, ik zou wel. Ik heb gelukkig hele lieve familie die me daar altijd in steunt en ook hele lieve vrienden. Dus ik heb nooit echt gemerkt dat het een negatief invloed heeft. Soms denk je wel van ja, ik zou wel willen dat ik er op sommige momenten voor hun zou kunnen zijn, dat hun mij nodig hebben en dat kan niet altijd. Het is wel frustrerend soms, maar het is ook wel zoals het is. Ja, ik kan wel hoog of laag springen, maar dat gaat toch niet veranderen. Dus ja, ik accepteer het wel zoals het is. Zachtjes, zachtjes. Ik heb een leuke baan, ik heb natuurlijk mijn ouders en mijn vriend en ik heb een hond en ik heb een huis. En dus ja, het is allemaal, het past allemaal. Ik heb een webshop met voornamelijk herenkleding. Ik koop alles zelf in en dan verkoop ik het en dan ja, hoop ik dat mensen er blij mee zijn. Ik vind het ook belangrijk om andere dingen te doen. Ja, je moet natuurlijk als je klaar bent met handbal wel misschien ook nog ergens anders goed in zijn. Ik ben aan het kijken wat goed is voor mij en wat ik precies wil. En dat heb ik ook op papier gezet. En er zijn nu mensen, vooral voornamelijk bij het Nederlands team, die mij daarbij helpen en die mij advies geven. En ja, dan moet ik dus voor de zomer gaan beslissen. Blijf ik in Nederland of ga ik toch een keer de grens over? Voor het eerst in mijn leven dat ik denk, als ik het wil, moet ik het nu doen. En niet als ik bijna 30 ben.
af en toe als je ook moet nadenken inderdaad, wat ga je na het handbal doen, dan komt er af en toe een lichtelijke paniek over me heen. Omdat ik echt geen idee heb wat ik wil. Ja, tuurlijk. Ergens een leuk huis, leuk vriend, kinderen. Dat, ja, dat zou wel leuk zijn in de toekomst. Maar nog niet. Ik zou heel graag met mijn vriend willen samenwonen in plaats van 5 uur uit elkaar. En ik wil natuurlijk in de toekomst een gezin stichten en misschien wel trouwen. En dat zijn zeker dingen waar je over nadenkt. Alleen het is ook nog zo'n ver van je bed show. Kookprinses. Ik ben echt gesloopt. Komt je moeder dit seizoen nog een keer deze kant op, Hans? Nee. Maar je moet steeds werken, even deze weekend zien. Oh ja. Zo. Als nu. Lekker chick, dankjewel. Als zeg ik het zelf, ik heb het weer goed gedaan. Ja, ik moet zeggen, je hebt het goed gedaan, chick. Ja, oké. Als ik dit zo op rek breng, is dat vervelend? Nee. En als je de klachten hebt, dan heb je het met name bij de aanhechting. Ja, en hier staat boven nog iets. Ja, daar. Nee, echt bij de. Hier zo. Oh, ja, daar, ja, daar. Ja, ja. Rustig uit. En als je dat aan deze kant zo doet, is dat nog vervelend? Ja, dan voel je het ook omhoog, ja. Ja. En weer laten zakken. Heb je dan klachten als je dat doet? Voel hem wel. Je voelt hem, ja. Oké. Okay. Ja, nee, oké, nu ben je aan het compenseren. Ja, dat is ook pijnlijker wat je voelt. En weer laten zakken. Oké. Okay. Want je bent rechtshandig, hè? Ja. Ja. Ja, want op dit moment komt je rechter schouderblad meer naar achter. Dus door de blessure zijn je spieren aan deze kant. Ja. Het ligt er niet helemaal hard, wel. Het was van hard in mijn stand. Weet je? Dan ga ik dus in de plakjes trekken, want ik vind het gewoon helemaal niks. Is het al het hartfilmpje of ben jij het zelf? Nou, dit lijkt al een heel stuk beter. Kijk, ligt er niks aan jou. Ik schrik me dood, hè. Wacht nog even naar beneden. Ik denk, nou, het zat er niet aan mij liggen, hè. Nee, het zat, ik denk dat hij hier ergens een beetje op de klep zat. Ik heb ze al naar beneden geslagen. Het is leuk dat we nu de aandacht hebben, maar we moeten wel ook goed onthouden dat op het moment dat we zometeen op de Olympische Spelen er geen pannenkoek van bakken, dat het ook weer weg is. Van de vaste 16 waar we nu 1,5 jaar mee spelen, moet er dus 1 helemaal af. En 1 moet op de tribune. Camera's om je heen. Nou, niet 1, maar 20, 40. Ik weet niet eens hoeveel te waren. Niet duwen, niet pijn doen. Ik ben nog niet 100% zeker dat ik ook daadwerkelijk naar de Olympische Spelen ga. Zeven, 7, 7, 9, 7, 3, 2.